Ik had al een keer witte sneakers online gezet. Dat wilde ik vanaf. Oh, yeah. Dus gewoon witte sportschoenen. Dus ik kreeg een berichtje van een jongen, die wilde ze wel hebben, maar die wilde ze dan komen halen. Ik zei, is goed, kom dan en dan langs, hier woon ik. Dus op een gegeven moment belt hij aan. Dus ik doe open. Ik zei, oh, jij komt de schoenen halen. Ik zeg, ja, dat klopt, maar ik heb nog één verzoek. Wil je ze even voor me aantrekken? Ik zei, joh, natuurlijk. Dus ik doe die schoenen daar ter plekke aan. En hij zegt, ja, kun je even een rondje door de kamer maken? Nee. En dan neem ik ze mee en dan geef ik je gewoon nog 10 euro bovenop de prijs die je ervoor wil hebben. Wat heb jij gedaan? Ik heb dat uiteraard gedaan. Echt? Ja, natuurlijk. En weet je wat nog het mooie is? 2 dagen later kreeg ik een berichtje van hem in Marktplaats. Weer zo van, joh, hey, super thanks als je zo relaxed reageerde. Want ja, sommige mensen vinden het een beetje raar en zo. Ik zei, joh, wat maakt mij het uit? Hij zei, ja, als je nog meer schoenen hebt, mag je me altijd een berichtje sturen. Heb je dat gedaan? 3 paar schoenen aan hem gekocht. Ja, natuurlijk.